Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag weer dus een top 5 lijstje. Sinterklaas is eigenlijk al een beetje voorbij, maar er komt nog kerst aan. En ik dacht, wat is het leuk zijn om even een top 5 aquarium cadeautjes die je wel kan geven aan iemand voor bijvoorbeeld Sinterklaas of kerst. Of gewoon voor een verjaardag, wat altijd leuk is om te krijgen. Ik ga je nu alvast verklappen, nee, het zijn zeker geen vissen. Weet je, dat is niet grappig om mensen zomaar een vis te geven of zomaar leuk. Dat moet je altijd in overleg doen. Want vaak is het zo, degene die de vis geeft, heeft niet heel veel verstand van de vis die je weggeeft. Dat moet je echt zeker weten. En ook moet het aquarium ervoor geschikt zijn. Dus als je een vis wil geven, doe het dan altijd in overleg van joh, ik zou je heel graag een vis willen geven. Zullen we samen naar de aquariumwinkel en heb je er überhaupt zin in om een nieuwe vis te halen. Maar hier een top 5 met cadeautjes die eigenlijk altijd wel leuk zijn. Beginnen we bij de nummer 5. Dit is namelijk een digitale aquariumtemperatuurmeter. Je moet wel even kijken altijd bij degene of iemand heeft. Maar veelal hebben ze nog, ik zelf ook, gewoon zo'n ouderwets pijpje. Of een eentje die al helemaal versleten is, want hij zit continu in het water. Dus het wordt best wel gauw vies en frutprig. Ik weet niet wat voor Nederlands woord dat is. Maar het is een relatief goedkoop cadeautje wat je makkelijk kan geven en wat eigenlijk altijd wel leuk is om te krijgen. En het is ook altijd handig om er eentje extra te hebben. Dus stel je moet een keer je vissen in quarantainebak doen, is het altijd handig om er eentje extra te hebben, zodat je altijd weet wat de watertemperatuur is. Je moet natuurlijk niet elk jaar eentje blijven geven, want dan komt diegene er een gegeven moment mee om. Maar dat is de nummer 5. De nummer 4. De nummer 4 is... het heet hier de 5-in-1 RVS aquarium tank, waterpan, pincet, schaar, toolset, aquarium en vis starters kit. Die moeten jullie hebben. Nee, gaatje. Nee, dit is een aquarium scapers kit. En dit is niet leuk wanneer je echt een hele plantenbak hebt. Het is eigenlijk altijd handig om te hebben. Er zit namelijk een spateltje bij die je heel handig kan gebruiken om het grind glad te strijken. Er zit een pincetje in om kleine dingen uit moeilijke hoekjes te pakken. Er zit een klein schaartje bij voor als er wel ergens een takje of een plantje zit dat je moet knippen. Het is echt een set die je niet zo snel zal kopen als je geen echte scaper bent. Maar eigenlijk toch stiekem best wel heel erg handig is om te hebben. Dus de nummer 4, de 5-in-1 RVS aquarium tank, waterplant, pincet, schaar, toolset, aquarium en vis starters kit. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat gewoon uitspreekt, maar het is gewoon aquascapers set tool ding. En hier is hij wel €26. Ik durf te wedden dat als je hem even goed gaat zoeken dat hij wat goedkoper is. En dan gaan we door naar de nummer 3. De nummer 3 is de JBL Testset Combi Plus NH4. Je hoeft niet per se deze testset te hebben hoor. Dat is, deze heb ik nu als voorbeeld. Maar je hebt een testset, je hebt van die koffers. Super tof om te krijgen, super handig. Heb je eigenlijk ook altijd wel een keertje nodig. En in mijn geval is dat ook vaak iets wat je niet zomaar gaat kopen. Het is toch €45. Ik ben tenslotte wel in Nederland en denk van ja, dan kan ik beter zo'n los testsetje kopen. Voor €5 kostte die uit mijn hoofd. Maar daar heb ik nu een kast vol van staan. Ik had veel beter in één keer zo'n koffer kunnen bestellen. Maar hier zit dus alles in. Het is geordend, gestructureerd. Het zijn bij mij nu allemaal losse potjes en dingetjes. Echt een heel erg leuke cadeau. Wel wat duurder. Maar zeker leuk om te krijgen. En ook echt handig. Want dit is iets wat je eigenlijk altijd wel nodig hebt. En zelfs in een stabiel aquarium komt er een keer een punt dat je toch even wil testen. Dat je toch even wil kijken of gaat het allemaal goed. En dan gaan we door naar de nummer 2. Ja, 2. 2. En anders is dit de nummer 2. Vissenvoer. Het begint nu wel iets ingewikkelder te worden, want je kan niet zomaar alle vissenvoer kopen voor iemand. Kijk altijd even in het kastje wat hij heeft staan. En vaak is het zo, als je helemaal een merk hebt gevonden wat je fijn vindt om te gebruiken, wat bij vissen past, dat je daar echt best wel heel lang mee doet. En het is ja, ook iets wat je eigenlijk altijd wel nodig hebt. Ik gebruik bijvoorbeeld deze Tetramin Flakes. Ja, er zijn mensen die haten dit en alles, maar mijn vissen, vooral de kardinaal tetra's, vinden het erg lekker. Dus ja, het is iets wat ik eigenlijk altijd wel gebruik. En het is dus ook altijd handig om te krijgen en altijd leuk. Want volgens mij, als je het niet opent, is het echt heel lang houdbaar. Er zit namelijk altijd een folietje overheen. En het is echt een leuke cadeau om te krijgen. En het is ook altijd best wel, het is toch €20 zo'n pot. Ja, dat is, het is dan zo'n grote pot. Kijk, pak hem even hier. Deze is dat dan. Auw.
Deze. Dit is dan houdbaar tot... Het staat er niet eens op. Voor mij als hij ongeopend is, dat echt wel een jaar, anderhalf jaar houdbaar minimaal. Het is allemaal gedroogd en dat... Maar zodra je het open hebt gemaakt, is het wel... Voor mij is het als je het geopend hebt, een jaar. Mocht je het precies weten, laat het even weten in de comments. Maar het is in ieder geval altijd handig om te krijgen. En je kan nooit te veel daarvan hebben. Ja, natuurlijk wel. Maar het is een leuk cadeautje om te krijgen. En dan komen we aan bij de nummer 1. En de nummer 1 is ook iets, moet je wel even in verdiepen in hoe groot is het aquarium waarvoor je het koopt. Dat is namelijk een circulatiepompje of een weefmaker. Niet veel mensen hebben dat. En het kan toch best wel heel handig zijn om er eentje te hebben. Zelfs in de wat kleinere aquariums, daar heb je dus ook echt micro weefmekertjes voor. Maar het zorgt heel goed voor dode plekken in je aquarium dat die voorkomen worden. Waardoor je beter en efficiëntere filtering kan plaatsvinden in je bak. En nogmaals, het is dus wel goed even kijken van joh, hoe groot is het pompje? Niet dat je een 3000 liter per uur op een 15 liter bakje zet. En dat hebben jullie gezien toen bij mijn grote aquarium, dat wordt een chaos. Maar het is een heel leuk cadeautje, wat je eigenlijk als je... Er zijn heel veel mensen die denken van ik heb dat niet nodig, terwijl het toch best wel handig kan zijn. En je hoeft hem niet de hele dag aan te zetten. Bij mij zit hij ook op een timer, hij gaat 4 of 5 keer per dag gaat hij even een uurtje aan. Super tof en super handig en ook echt leuk om te krijgen, vind ik. Mocht je zelf nog tips hebben of leuke dingen waarvan je zegt, Jasper, dat is nou echt een leuke cadeau om altijd te krijgen, zet het even in de comments. Ja, ik snap dat een 2 meter aquarium krijgen leuk is en dat de Fluval FX6 leuk is. Maar ik heb wel geprobeerd om een beetje onder de 100 euro te blijven. Het liefst onder de 50 euro, want dat is, vind ik al veel geld en dat is leuk om te geven. Maar laat het weten in de comments. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vonden jullie het een leuk filmpje? Doe duimpje omhoog. En tot de volgende. Joe!